De vorige keer in Kerst op Wonderschool. Ik zit gewoon te denken, waarom weet die schoonmaker dat wij een schoonmaker zoeken zonder dat die advertentie in de krant heeft gestaan? Kijk, het is gelukt! Nog 3 wonderen en dan hebben we het kerstfeest gered! Ik pak het glas op, dat zet ik daar neer, knip in de vingers en nu is het gebeurd. Nu staat daar het glas en is hij daar spot. Nog een fles? Schiet nou op! Ik zie helemaal niemand. Hij was hier echt. Volgens mij maak jij je druk om niks. Nee, er zit hier een vreemd luchtje aan. Inderdaad. De soep! De soep! Waarom moet ik dit nou schoonmaken? Omdat het dankzij jou mijn heerlijke pompoensoep is aangebrand. Maar dat deed ik toch niet expres? Niks mee te maken. Wat gaan we eigenlijk eten vanavond? Iets heel lekkers. Spruitjes met puree. Kunnen we geen frietjes halen? Nee, jonge dame. We kunnen niet gewoon frietjes halen. Nou is de zout ook al op. Ik ga even nieuwe halen. En als ik terugkom, dan is die pan brandschoon. Duidelijk? Hoe kan die verplaatsing nou mis zijn gegaan? Het is vast een slechte truc. Dat wonder is nog nooit mislukt. Nou, dan ben jij gewoon een slechte verwonderaar. Hou eens op. Ik ben de beste verwonderaar van heel Wonderschool. Ja, in je gedachten. Maar dat is het. Hé, Wardo, waar ga je nou heen? Hey, wacht, wacht op mij. Nee, nee, oh nee, oh. Oh, waarom gaat nou toch alles mis vandaag? Wat is er? Heb jij dit gedaan? Ik? Natuurlijk niet. Zal ik dan maar frietjes halen? Ja, doe maar. Want die spruiten die kunnen we wel vergeten. Ja, ik weet het niet nog wel. Het lijkt wel alsof mijn geheugen steeds slechter wordt. Ja. Ja, als het niet lukt, dan verdwijnt niet alleen de kerst, maar ook de kerstman. Ja, nou ja, ik bel je later nog wel, hè. Succes daar. Ik weet het. Ik weet hoe we het derde wonder kunnen verrichten. Echt waar? Zou het niet wonderlijk zijn als wij onze gedachten kunnen verplaatsen en daarmee iets kunnen laten klappen? Een lamp of een glas. Dat klinkt als een wonder. Wardo! Wat gaan we nou doen? Mag ik dat glas van je? Ja, natuurlijk. Oké. We gaan door onze gedachten te verplaatsen dit glas proberen te laten klappen. Hoe dan? Door er sterk aan te denken en ons goed te concentreren. Het is gelukt. Oh, ik zei toch dat je dat kon. Knap werk, Wardo. Kijk, het boek. Hallo? Hallo? Help! Help! Oh, wat is dit lekker, zeg. Ik was al bang dat we spruitjes zouden krijgen. Wat is met die raadsels? Wat zeg je? Of het met die raadsels lukt. Welke raadsels? Uit het boek. We hebben er al 3 opgelost. We gaan straks na het eten verder.
Hebben jullie die nieuwe schoonmaker al ontmoet? Nieuwe schoonmaker? Is die er al dan? Ja, maar het is een beetje een rare man. Ik vraag me ook af hoe die hier is gekomen. Begin daar nou niet weer over. Je patat wordt koud. Zeg, wat is het volgende raadsel eigenlijk? Je zult je doel bereiken, het kerstfeest van je dromen. Door het een en ander aan het licht te laten komen. Aan het licht komen? Wat betekent dat? Ja, dat weet ik nog niet precies, maar het staat vast in een van mijn boeken. Zijn er ook kroketten? Moeten we echt al deze boeken lezen? Er zit niets anders op. Oh, hier heb ik wat. Aan het licht komen, oftewel tevoorschijn komen, betekent dat iets er eerst niet is en dan ineens wel is. Men noemt dit ook wel verschijnen. Maar dat is het. We moeten iets laten verschijnen. Misschien zit er iets in deze grote kist wat ons kan helpen. Maar wie bent u? Ik ben Patrick. Voor al uw schoonmaakklussen. Wonderlijk. Maar wat doe jij dan in die kist? Nou ja, ik maak alles schoon, hè. Ja, zelfs tot in de kleinste hoekjes en gaatjes. Kennen we elkaar? Kennen? Nou nee, ik heb geen idee wie u bent. Maar het is al laat. Ik moet er maar weer eens vandoor. Goedenavond. Wat een rare snuiter. We hebben in ieder geval een schoonmaker. Ja. Waar waren we gebleven? Oh, je ging iets laten verschijnen. Ah, ja, in de kist. In deze kist zit nog een kist. En wat zit er dan in die kist? Niets. Niets. Kijk. Kist. Is leeg. Zie je dat? Uh-huh. Oké. Nu knip ik in mijn vingers. En nu is het al gebeurd. Nu zitten in de kist doekjes. Oh. Bravo, Waldo. Het is je weer gelukt. Mm-hmm. Eens kijken of het werkt. Waldo? Het boek is weg. De volgende keer in Kerst op Wonderschool. Zonder dit boek kunnen ze hun laatste wonder niet verrichten. En is Kerst voorgoed voorbij. Uw boek moet hier ergens zijn. Nou, ik hoop dat je gelijk hebt. Het ene moment ligt het boek er nog en het andere moment is het op wonderlijke wijze verdwenen. Jonge dame, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... hoe heet ik ook alweer?